Hier in deze stal lopen zo'n 300 koeien. En weet je wat zo mooi is? Elke koe is voor de boer een individu. Met haar eigen karakter en uiterlijk. Eén koe is voor mij extra speciaal. Het is nummer 1529 en ze heet Ginster. Ik hou ontzettend veel van mooie koeien. Een mooie koe is voor mij een koe die kracht toont, maar met de juiste fijnheid. Die de wil heeft om genoeg melk te geven met veel vet en eiwit. En ja, die eigenlijk gewoon gezond en makkelijk oud kan worden. Het liefst zie ik een koe 100.000 liter melk geven, wat een echte prestatie is voor een koe. En weet je wat het leuke is? Deze droomkoe loopt hier in de stal van het bedrijf waar ik werk. Melkveebedrijf Waterburg in Giedoorn. Kijk, dit is ze. Ze heeft 8 kalfjes gekregen, 100.000 liter melk gegeven en ze ziet er nog zo goed uit. En iets waar je trots op bent, wil je natuurlijk graag laten zien. Daarom worden er koeienshows georganiseerd, waarbij iedereen zijn beste en zijn mooiste koe laat zien aan de jury. De jury beoordeelt uiteindelijk hoe de koe eruit ziet en de beste en de mooiste koe die wint de prijs. Maar een koe die neem je niet zomaar mee naar de show. Voordat ik 1529 aan de jury liet zien, heb ik haar eerst uit haar werkbak gehaald. Ik heb haar namelijk gewassen, gedroogd, geveund en zelfs geschoren. Ja, echt. In december heb ik meegedaan aan 2 koeienshows. De eerste was van de Zuidwesthoek. En toen heb ik in de vroege ochtend, voordat de jury en de cameraman kwamen, 1529 nog even goed gewassen. En dat moment was best wel spannend, want je loopt er met zo'n koe voor de jury en je wordt gefilmd. Maar later krijg je pas de uitslag te horen, op een avond dat alle filmpjes van de deelnemende koeien waren getoond. En ik was natuurlijk super benieuwd naar de uitslag daarvan. De 5e plek geëindigd, melkveehouderij Badenburg-Giethoorn met Badenburg-Ginster 2029. Een 100.000 liter koe. En als hij daarna op deze leeftijd en deze levensproductie nog zo bijloopt, proficiat. Glashard beenwerk, waar nog nul slijtage op zit. En die voorzien is van een hele overtuigende, sterke stap. Heel veel waardering voor deze hele oude 100.000 liter koe. Een mooie 5e plaats en lovende woorden van de jury. Ik deed ook mee aan de videokeuring van de fokkerijcommissie van Eres Hogeschool in Dronten. Even kijken of ze daar deze koe wel een prijsje waard vinden. De reservekampioen is geworden catalogus nummer 109. Een koe die al 8 keer gekalfd heeft en er nog zo bij staat. Kortom, geweldig. Wat een krachtpasser is deze koe. Een koe die zich niet zomaar opzij laat zetten. Ze vertoont eigenlijk nog geen slijtage. En wat beweegt deze koe en stapt deze koe nog erg makkelijk. Ze heeft dan ook de beste benen van de rubriek. En voor een 8e kalfskoe beschikt ze nog over een heel best bewaard uier. En ja hoor, reservekampioen, de 2e plek. Deze beker heb je echt dubbel en dwars verdiend. En weet je, 1529 kan ook een aanmerking voor de beste boerenkoe. En de beste boerenkoe is eigenlijk een koe die gewoon gemakkelijk heel oud kan worden. Maar er deden wel 21 oude koeien mee. En om daarna nog de beste van te worden... Voor mij was er 1 koe duidelijk de beste boerenkoe vandaag. En dat is catalogus nummer 109. Een koe die al meer dan 100.000 kilogram melk heeft geproduceerd en er nog zo vitaal bij loopt, is voor mij overtuigend de beste boerenkoe.
Wat een kracht en macht laat deze koe nog zien. Felicitaties aan de eigenaar en inzender. Wat een best bewaarde oude koe die nog vele jaren meegaat. Naast reservekampioen, tweede plek, ook nog de beste boerenkoe. Weet je, dit laat zien dat goede fokkerij, maar voornamelijk optimale verzorging, echt heel erg beloond wordt. Dit was alweer het einde van mijn vlog. En ik heb nog een kleine verrassing, want over een maandje hoop ik terug te gaan naar mijn stagebedrijf in Ierland. Daar worden in 6 weken wel 400 kalfjes geboren. Superleuk om dat mee te maken. Ga je nou weer mee? 529, die laat ik maar thuis. Tot de volgende keer. Joe.